makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Standvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Zowel nationaal als internationaal. En, maar dat is die tendens. En daarom vind ik het jammer dat we zo'n situatie nu hebben. Ja toch? De president gaat gisteren naar Kalotti. Isap nanga yu ben aba discussie. Dus if nanga yu, if nanga wantra radiostation. Ja, met een andere radiostation. Waar een Nederlandse programma maken, documentaire maken, naar Suriname komt om zogenaamd een documentaire te maken over goud. Ja, en hoe Bouterse en Brunswijk COVID-concessies hebben, noem maar op. En dan komt Kalotti in beeld als een criminele bedrijf die fout goud, als het ware, smelt en noem maar op. Naar Dubai brengt. Juist. Je kent het verhaal. Maar wat klopt er niet in het verhaal? Niks klopt in het verhaal. Het is gewoon een ordinaire documentaire maker die geld wil verdienen. Ja toch? Want wat gebeurt er nu? In 2002 is reeds onder Venetiaan de toenadering geweest vanuit Dubai voor zo'n constructie met de overheid samenwerken op het gebied van mint. Hoe dat ding? Het zuiveren van goud. Om het zo te zeggen. Ja. Onder Bouterse is dus die overeenkomst getekend. En men is toen van staat gegaan. Toch? Dus het is niet iets dat Bouterse heeft ontdekt. Het is doorgegaan. Toch? De onderhandelingen onder Venetiaan, noem maar op, totdat men op het punt is gekomen om dat die overeenkomst te tekenen. Na 2010. En de president gaat vandaag naar daar, want hij gaat naar Dubai. Gisteren. Gaat hij naar daar. Toch? En oriënteert zich en laat zich informeren. Hij zegt alle steun toe. Hij wordt uitgenodigd ook om naar de raffinaderij te gaan in Dubai. Toch? Dan wat wil je me daarmee zeggen? Wanneer een of ander ordinaire programmamaker daar in Nederland denkt dat hij alles kan zeggen. En dat is die fout die we maken. We laten deze gozers in het land onder het mom van documentaires dat ze komen maken. Ja. En allemaal negatieve berichtgevingen over Suriname. Laat hij gaan onderzoeken. En ik had toen gezegd, waarom gaat hij niet onderzoeken hoeveel goud door Nederland tijdens de koloniale periode gestolen is. Fout goud. En toen had je geen vergunning nodig. Toen hadden ze geen vergunningen nodig. De arbeiders die toen dat goud van ze delven. Je hebt mij net geleerd om niet terug te kijken naar het verleden wat fout is. Nee. Nu doe jij het zelf. Nee, mijn waarde broeder. Ik heb wat dat betreft wel een mening. Ik heb wel een mening. Het is mijn land. En ik sta niet toe dat een ander gozer die alleen maar pannenkoeken weet te bakken zich gewoon op een dag een documentaire maker noemt en gesubsidieerd wordt door de overheid daar om programma's te komen maken hier om Suriname in een kwaad daglicht te stellen. Dan leg ik hem even uit, want hij wil dat niet doen. Hij is wel naar die bank gegaan waar er goud ligt om vragen te stellen als er fout goud ligt op de Nederlandse bank. Ja? Dat moet hij gaan onderzoeken, waar al dat goud vandaan komt. Want er zijn geen gouden concessies in Rotterdam en in Amsterdam. Er is geen goud daar in Leiden. Nee, maar het is niet. En hoe komt Nederland dan aan zoveel goud? Dus dat moet hij gaan onderzoeken. Maar hij moet niet hier zo komen
En denken dat hij personen, dan wel bedrijven, ja, gewoon mag beschuldigen. En u weet, Calotti is ook uitgekomen over deze aangelegenheid. Toch? Omdat het natuurlijk nationaal en internationaal wordt gebracht alsof het een criminele bedrijf is. Het bedrijf is niet dus crimineel. Dat is de essentie. Ja. Dat is de essentie van het verhaal. Nee, een of andere koekenbakker die... Nederlanders. Ik heb naar die documentaire gekeken. De essentie was van het verhaal van die documentaire. Ik heb naar gekeken, een paar keren zelf. De essentie was dat er grootbedrijven in Suriname zijn. Die werken met de toppers van de regering. In die tijd, jouw regering dan. En die zorgen ervoor dat de staat Suriname niks verdiende. Daar was de essentie van, kijk... Dat is die essentie, sorry. Jawel, dat is wat dat ik... Dat is uw essentie. Dat is wat ik uit die mijn essentie, in eerste instantie, dacht ik dat het ging om milieu en kwikgebruik, vervuiling. Want dat is ook aangehaald in die documentaire. Ja, ik heb het tot nog toe, ik heb het bewaard. Ja. Ik heb het tot nog toe. Ik heb hem ook, hoor. En plotseling... Keert die man dat ding om, want dat is het. Ze proberen je eerst te vangen met zogenaamde milieuverontreinigende situaties. Ja, dat is ook aan bod gekomen. Flora en fauna. En zo de man, ik begin hype, ik kon toch. Dat plotseling de man, ik ken ik gewoon een atorisch revie. Een grommafu, een programma's revie. Toch? Het zwart maken van bedrijven. Hier in Suriname. Elke bedrijf hier in Suriname moet een vergunning aanvragen. Bij de overheid. Ja, bij de overheid. Dus er is altijd een link met die overheid. Ja. En je weet... Snap je wat ik bedoel? Ja, en daarom probeerde ik u net uit te leggen van... Mm-hmm. Toen ze hier roofden, mm-hmm. hadden ze geen vergunning nodig. Ben ik eens met je. En arbeid was gratis. Helemaal eens. Dus u kunt me uitleggen wat u wil. Toch, mijn standpunt is... Deze koekenbakkers en pannenkoekenbakkers die zich... programmamakers en documentairemakers noemen, zijn voor mij nul voor een komma. Hoor? Waardeloos. Want hun intentie, het gaat om die intentiewaarde, broeder. Wil je een situatie bespreekbaar maken, waarbij je komt tot oplossingsvoorstellen, dan ga ik met je mee. Maar wil jij een zodanige situatie creëren, waarbij je negatief mensen of Suriname in de publiciteit wil brengen, dan ga ik je wel zeggen van luister nou. En aan mijn toon hoor je dat ik heel ontstemd ben over deze situatie, dat keer op keer, en niet alleen deze gozer die is geweest, toch? Hij is zelfs naar KKF gegaan, of heeft mensen naar KKF gestuurd, uittreksels. Ik heb naar die documentaire gekeken. U begreep waar ik naartoe ga. Ik begreep het, ik hoopte u aan mijn zijde te krijgen. Uh-huh. Ik hoopte u aan mijn zijde te krijgen. Als het om Suriname gaat. Als het gaat om Suriname. Ja. Maar jammer genoeg moet ik dat ontdelen. Nee. Als het om Suriname gaat. Dan want u gaat nu naar... Het gaat om politieke bonzen die contacten hebben in het binnenland met goudbedrijven. Ja. Is dat alleen het verhaal? Is dat alleen het verhaal dat hij gebracht heeft? Dat is wat ik uit het verhaal ervan. Dat gedeelte alleen, en dat begrijp ik. Okay. Want hij wordt meegesleurd door Ik denk, waarom moeten we van het land blijven stelen, man? Geef Suriname zijn deel en niemand is blij steelt, met je salaris. Meneer, als u een vergunning... Meneer, als u een vergunning hebt, betaalt u belasting. Ja, als je een vergunning hebt, betaal je belasting. Je betaalt... En dat is het punt als je de juiste mensen niet kent, dan betaal je belasting. Ja? En ik vind het alleen maar jammer. Ik vind het alleen maar jammer dat je Suriname niet wil verdedigen op basis van die onbelangrijke, ordinaire... Meneer Panka, denk ik... Jammer hoor, mijn wraak te meer is er namelijk gesteld in Srisse op. Jou kom ik jouw programma, ik kwam Blakamang, en dan moet ik contact op etnische, ik kwam Blakamang, kom ik wat documentaire. Nooit misschien wat Blakamang, kom ik wat documentaire, ja, zoiets en dan. Wel, ik ben wit man, ik denk kom met documentaire, en dat we tekenen documentaire voor de man, dat we poes en gomorre varen drapen.
Ik vind het jammer. Ik vind het jammer. Meneer Paka. Er is geen... Allemaal, ik dacht, ja, mina nationalist. Ik ben een nationalist. Meneer Panka, denk u dat de VP belasting betaalt voor alle de goudsector? Ja? Dat moet u aan de VP vragen. Nee, actie u. Nee, no, actie mee. Actie AVP. Actie AVP. Ja? Oké. Okay. Actie AVP, die man heeft bedrijven, die staan ingeschreven bij KKF. Toch? Mm-hmm. Hoe actie VP, bella man, want nooit meer in bella man, ik heb actie man. Nee, actie je toch. Want documentaire, want koekenbakker, ik kon ja zo, maar wel even occasie voor dat kan zogenaamde smajazo, die zogenaamde sapmoren voeren. Maar ons reflectie naar man die de draap he, toch? Hoe een dekati voor kom ik den programma ja zo. We tek den programma voor de wetman, abra, dat we poes en gomoren varen, want het is geloofwaardig, want nou een wetman met hem. Ik ben de president van Akondre. En brief me. De soort man die zit op. Nooit meer de kassa na. Door Borokon. Maar openlijk. Dat is strafbaar. Dan ik kon nooit meer naar zijn naam. Even een man mag konden maar Borokon, dat is strafbaar. Tuurlijk. En een man Borokon. Van hem aan elkaar. Robert, Yuna, Ricardo Mugabe, no? Mais de sa fade ma bok brada ma met if I go Amsterdam dan mine tak tak ino mak tak over a kondre no wat ima in kon do lek is Nederland op een wit visi to say wel blanke to ma ino kon do lek na no fosi go to if is a furu in Amsterdam of go to bedrijf euroko ina binnenland na nga kwek ma di you ben de to Met quick water. Maar zeiden de mamusabi. Nou, als staat mamusabi, laat de staat uitkomen. Dan moet je als documentairemaker gaan met de minister van Financiën praten. Ga niet met de ordinaire boef praten. Praat met de desbetreffende instanties die daarover kunnen praten. Maar ga niet insinueren. En dat na de man is het doel. En you know what? Maar me, het tijdje, je kan je vrede voelen met tak bepaalde zaken. Door met de wetman, toch? Kan je me nog maar tak bepaalde zaken, want misschien komt jouw vergunning in gevaar. Nee. Maar me wel het takken. Takkie, de man, ik kon een goede bedoelingen, ja. Ze komen niet met goede bedoelingen. Ze komen om geld te maken met leugens en insinuaties. Toch? Is er nog een topic tot besluit? Of je boom baft die? Nee, maar termina ga je attack over alles aan is ook. Je hebt de update voor NDP. Waar het gaat is de essentie van de huidige situatie in het land. Waar zijn we nu? Waar staan we nu? Toch? Met allerlei situaties die samenleving bezighouden. Hoge prijzen. Ik hoor stemmingen opgaan. Hè. Ik lees dan opinie, meningen. Mensen roepen van partij als NDP mogen never, nooit meer aan de macht komen. Want die hebben het land 3-4 keer al in problemen gebracht. Dus nooit eigenlijk een partij nee, dat is... Je leest ze ook, toch? Ja, ik lees die dingen, maar dat is natuurlijk BS, toch? Dat is BS, toch? Je kan een bullshit, no? Nee, ik wil zeggen is BS. BS is toch bullshit in Surinaams? Ja, weet ik anders. Hier praten wij. Ja, kijk, we zijn op de radio. We kunnen bepaalde uitspraken niet doen. Hier mag het wel. Hier mag het wel. Gebruiken. Ja. Oh. Nee, maar vind ik BS. Dat is natuurlijk colder. Laat me het zo zeggen. Is colder.
En wie zijn de mensen die dat zeggen? Hebben die mensen ooit een politieke partij gedraaid? Hebben die mensen ooit leiding gegeven? Oh, nou, dat vind ik slap. Moet je eerst een politieke partij hebben? Zij die dachten dat het een makkie was. Zij die dachten dat het een makkie was om een land te leiden, zijn nu aan de macht. Want zij hadden gezegd van, als wij er komen, investeerders staan aan de deur te kloppen. We zitten, we hebben al onze deskundigen in de 4 miljard diaspora kapitaal wacht op ons. Nu zijn ze er. En nee, want die mensen die dat zeggen, nee, niet Basati, want het land was niet failliet. En ik zie je, dus de wet pakt bepaalde sanito, dat we nemen over. Jullie nemen over wat anderen zeggen. En die zijn die leugens, dat hebben we tijdens die online meeting blootgelegd. En mensen zijn boos geworden daarover. Toch? De centrale bank heeft gezegd, kasreserve is niet gestolen, is alleen niet in overleg geweest met de lokale banken. De centrale bank zegt, de kasreserve is, nadrukkelijk zegt men dat, is niet gestolen. Nee, ja? het is alleen gebruikt voor andere doeleinden. In de ether zijn gekomen en die mediabedrijven en media en journalisten nu overnemen en constant in de ether spuien. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze zich schamen om over het huidige beleid te praten. En dan gaan ze, en weet je wat dat ding is? En die PS is al straks 2 jaar niet aan de macht. Maar men blijft over de NDP praten. Waarom? Omdat de NDP fouten gemaakt heeft, hebben we dat toegegeven. Toch? We hebben dat publiekelijk ook gezegd. En ik zeg het ook weer nogmaals op uw radiostation. Ja? Maar naast die fouten die gemaakt zijn, hebben we enorm veel goede dingen gedaan. Enorm veel. Dat er vandaag aan de dag de president kan gaan naar Kalotti. Zal ik je een geheim vertellen? De eerste steen bij de bouw van dat bedrijf is door mij gelegd. Want Kalotti is een para. Ja? Okay. Dan weet je dat vandaag, net zoals u ook, door de heer Bouterse was meegenomen als jongeman vanwege uw excellente brief of voorstel over vrede. Toch? De eerste steen bij Kalotti is door mij gelegd. De hoeksteen. Oké. Dat je maar bij Takwansan schrijft dat je ons zei, doen assemblee. Na misre mijn troon, jong. Terwijl de man als attack mina oru aannemer, mina oru misre mijn timmerman. Ik heb dat ook gedaan in mijn leven. Dat symbolisch, pota. Ik heb ook les gegeven. Ik heb ook les gegeven, praktijk, theorie en bouwkunde. Maar waar het bij mij om gaat is, want mensen bellen naar Panka als woordvoerder van de NDP. En natuurlijk willen ze praten over de processen binnen de NDP. Men wil op de hoogte zijn. Ja. Wat gebeurt er? Wat kunnen we verwachten? Komt de NDP sterk terug? Wat is die? Tramai Devi. Maar mind you, NDP gaat terugkomen. Geloof je dat? Bang. Je gelooft dat? Nee, bij Tegi, wat lees ik bij jou? Als schriftstand zijn je stel niet nodig. Je moet tegen dat NDP. NDP. If my wish did it, the NDP. Make a wish did it, the NDP. Dat had ik laatst op. Recentelijk. Dennis Nangaroy. Ja, kop voor Abarek. Jong, consternatie in para, in consternatie in mijn familie. Je para kreeg. De mij belt dat jongen, de mij jere panka dede. De mij kreeg of de man breedte? Zijn reactie dede? Nee, minosabi. Mensen hebben zich zorgen gemaakt. Mensen heeft traman, die mij go onder Abarek, die go look at the comments. Die mij go onder Abarek, voor son, dan go look at the comments. Dat heb ik niet los maar bij Breedie. Maar dat naar de VHP'ers. Maar de man was aan het 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 En yeah. NDP ook beïnvloedt het politiek landschap in het Kondre. En de kan dus zade wanning. Toch? No, de pleilijk heeft de wan kan doen. Je verstaat dat? De kies alle occasies.
afvallen pot de man. Dat is maar ik is alle occasie. Uno edu utori, no was man afrede di uno. Maar no was man om kon leggen, tak uno nou aan de departe wat mo tegi. Uno no de deara. De tegi wan lisi taki. Ubigi anderhalf maal, ubigi twee maal moro abop. Zes, acht maal moro pechal uur. Toch? Zes maal moro NPS. VAP ap fosietel moro uno. Okay. Ja? VAP dus digi moro. Uno anu ap chim partei. Uno anu ap chim partei. Uno na tweede bigi partei in a kondre. No, no. Mm-hmm. Dus nou was man om collega hun next uit. En hun heeft vrede. Ja? NDP. Het is NDP. De Nationale Democratische Partij. Uh-huh. En we komen sterk terug. Dat de mag sabi de kan. Dat de borsu. Met de luku nu. Maar de naaf luku den schreefi. Met de begin luku den schreefi. Ook man baka. En jullie hebben jullie briebi, want je panka, je brief dat. Jullie hebben briebi, maar molechie uit. 91, 96. Eerste periode van het jaar. Toch? NDP had mede regeermacht. 96, 2000. De man Nakuno, 2000. De man oru 10 jaar langer. Dat is onze schuld. Zolang is die NDP en last van verkiezing, naar onze schuld. Na ons schuld. Je bedoelt de NP, ik moxie, atori dat. Juist, apparaat in aparte. Vandaag aan de dag zijn we weer samen. En we zijn toen hard en zakelijk en groot uitgekomen in 2010. Snapt u? Dus, no onderschat NDP, jere papa. En misaptak waloma de sawa kira partij. Toch? Onder bericht voor zon. Hier is van man voor die ai. Ai de wan voor wan. Lek even naar Smaf NDP hoe hij deed. Alla dies mij deed jij naar Kodre. Ja, we kunnen de telling niet meer bijhouden vanwege het COVID-beleid. Hier ook toe. Er gaan ook mensen, maar er gaan ook mensen dood op basis van andere ziekten. Ja. Terwijl je dit in een verkeer. Je verstaat toch? Terwijl je dit aan een hartafval, tramakiri, toch? Noem maar op school, is zo'n crimineel kiri, huis, dus op allerlei manieren laten mensen het leven, toch? En dat is in sommige gevallen is dat een natuurlijke manier. Maar dood blijft dood. Toch? Maar ze mogen weten, de NDP is geen dode partij. Met de Magoluku geschiedenis. En die takwa trasani. En misitak je tekas aan dat Abra ook toe. Itaki, ala lisi de NDP kon en bakate NDP gue, de regering zal komen ze een keuze. Ik heb feiten. Ik heb feiten. Aladdin money zijn op te maken naar eerste levensbehoeften, gezondheidszorg, dagelijkse sanilekie, wat er aan faya, Aladdin zijn ik wel ook toe, de mij poor Aladdin zijn die afvolk. Dus afvolk is verarmd. En dat de NDP kon, de NDP juist moest zorgen dat de poor afvolk uit de armoede vraagstuk, uit de armoede cirkel. Omdat wij van als ideologische partij sociaal-democratisch zijn ingesteld. Maar die andere partijen hebben die kapitalistische inslag. Dus de man aan jou, van je commit of van je doe. Zij komen op voor het belang van het geld. En wij zijn dat niet. Wij kijken om naar het volk. Nee, man. Panka, NPS. Panka, eerlijk. NPS is redelijk socialistisch, toch? Maar kunnen ze dat uitstralen? Waar hebben ze die macht om dat te kunnen doen? Waar maar ik ken de toen... Is er zo'n partij in een coalitie tegen de smaffing? Is er zo'n partij in elkaar partij? Is er zo'n partij in een coalitie tegen de smaffing? Zatagi. Want desma, ik klaag het dat ik de nummer vinger ook.
Je verstaat dat. En Dinnemans geen grond. En Dinting, de one, de Sukuro Pogi Dinting, de man, Asane Waka. Aparte leider tegen de man hier en dan. In feite, Unu las afverkiezen. Unu las afverkiezen. U deed wel in een coalitie, maar u las afverkiezen. Je ziet de aantal zitten zou abi. In feite, Unu ma siki. Dat aparte leider tegen de Bakamal zijn. NPS. Ja toch? No, mi no cara aparte. Verlei me niet om dingen te zien. Hey, jouw het ook duidelijk toch? Zo'n partij naar dat die VHP? Is het VHP? Idete. Ja, no. Niet taki, aparte leider taki, aan dat zitten sa ubehaal, u lasa verkiezen. Dat u de in coalitie nou een blessing. Maar uno man seki, want uno ba sita fu seki. Dan mi no kanta kufur fea pito. Ino man ta kufur abob tu. Mi no kanta kufur abob tu to. Dan asa na iren in inkoteri to. Oké, dan NPS dus. Dat laat ik aan de luisteraars over. Ja. Maar me denk je, dat wat doe je in de coalitie dan als je geen niks kan inbrengen? Dat is maar aksamant, dat is maar aksamant, maar dat kan maar zo'n lukus auto, maar de nummer reken toen ze voeren, is dat niet al kap. De zand dat die, maar de schrijf is maar dat die, dat is maar, abra gotu toch. Want de man loos NDP, de man longwa abrasi, want abrasi is sitting. Even dat je ziet, dan is er maar een probleem. Dat je moet leggen volk, dat ja, hoe nou maar doen met Juno, hoe nou maar seki, blablabla. Maar als er een partij dat die, er familie aan mijn setting ba. Maar dat klopt dan. Is dat niet? Er familie aan mijn setting ba. Je praat over me. Zo, maar je takt meneer Rusland, nog Gregory Rusland voor NPS? No, meneer Karne. Oké. Dat kan gewoon aan je verbeelding, laat het over aan je verbeelding. Met me. Hoe neer, kan aan beeld jij, je praat wij. We doen het met woorden naar audio, hè. Dit is naar radio is audio, dus ik moet het even van horen. Ja, maar ik kan alles aan niet, dat ik met de luisteraar denk ik geen zo toe dan. Oké. Nee, dan is het duidelijk. Dat is een spantel, dat is een spantel. Zo maar, ik bedoel. Je verstaat, hoor. Ja, dan moet je moeten praten in parabolen of zo. Wat vrouw betek is de... Je kan leeuwbrul met de assiplata. Leeuwbrul met de assiplata. Dat we maar in een vergadering bedenken. Je bedoelt naar één. Je bedoelt, dat vrouw betek, no, ik praat in parabolen. Je verstaat, hoor. Met dat adres facie. Je verstaat me, ik verstaat me, je met dat adres facie. Met dat leeuw brul. Is dat te leeuw bari in a busi. Dat je psa, te asiere wa leeuw bari. De mij kies, de mij beber direct. Dus het is gewoon even luisteren en terugkomend op dat van de NDP. De NDP blijft de grootste partij. En als je ons klein wil krijgen, weet ik niet wat je allemaal moet gaan doen, man. Ja, wat moet je allemaal doen om de NDP op de knieën te krijgen? Joh? Die zijn al heel klein, die hebben niks te zeggen in de oppositie. Nee. Dus dan kleiner dan dat wordt je niet, toch? Maar Oranje, de NDP bedoelt u? Ja, die zitten al in de oppositie, toch? Die zijn al weggestemd 25 mei 2020. Ja, maar dat is natuurlijk het gevolg geweest van zoals men van slecht beleid. Het beleid dat gevoerd is, en heeft het volk toen gezegd van oké, dat we gewoon naar slecht beleid, ja. Nou, aan een slecht beleid, man. Aan een slecht beleid, man. Oh. Ja, want if you want corruptief beleid, dan. If you want een programma in het begin de insinuatie. Nee. Niet dat slecht beleid, niet dat kan ook. Met dat corruptief beleid. Ja, dat is je tak de toe dat je wat Togo op het eerste steen naar studentencampus voor Hannover, dan onder NDP. Maar normaal moet ik gewoon naar kast aan dat brokken, toch? En ammonie zijn de mapoti, we sturen dat geld terug. Toch? Dat heeft mij niet gezegd. Nee. Ja, toch? Dus luister nou, we kunnen natuurlijk zeggen er is slecht beleid gevoerd. We hebben het ook geaccepteerd van Jere, afvallend dat Jere nog. Ik doe wat toestaan verkeerd. En alles aan ik doe verkeerd. Mm-hmm. Maar wat toestaan ik doe verkeerd. En hoe vind dat nou? Met wat trouwens doen, wil ik de occasie. En zo weet je nou, binnen een jaar, morgen heb ik 33 stakingen. Met 10 jaar. In de 10 jaar bouwt ze een bab
niet eens 15 stakingen in 10 jaar tijd. Niet eens 15 stakingen. Hoe gaan we onderzoek dit aan? Want hoe we taxen als mijn takkie? Je takkie nog steeds staking. Hé, hier en meneer. Meneer Pinas. Staking nog de onderaan regering die zie? Ja, 3 maanden jongen. 3 maanden jongen gas. Protesten nog bij de onderaan regering die zie? Bouten ze waar maar best dan ook weer... Goteri! Bouten ze hier de reine onder op boven weg met Bouten. Vanaf Bouten als dan. Hier en op je brada. Go analyseer. Om een protest bij de onder 10 jaar Bouten ze. Naar om een staking. En analyseer. Om een protest bij onder Chan. Naar stakingen. Daar gaan we elkaar verschil. Oké. Het is heel klein. Want de wet is niet om te temi et taki. Mi et tak naar... cijfers naar data. Ja, ja. Toch? Oké. Dan kan je nu schrijven dat je een unetak adjestory. Je van de man voor veel pijnen zo'n adjestory die mij leggen. Een leitory. Ja, ja. Idee na campagneperiode mee, Jere? Nee, na de man. De campagne de man tak vervroegde verkiezingen. Toch? Dus de man in campagne, de man in campagne mode ba. Uno de interne mode. Toch de mijn vrede. Wat dan ben ik met gado, wat dan mijn koekoekoe. Wat dan mijn koekoekoe. Apart, de man is... De man is hier akker. De man is hier akker. Paka, ik tegen de man tak apartheid dede gewoon. Huh? Ik tegen de man tak apartheid dede. En dit is... Nou, mijn kant is aan dat aparte. Liedemans heeft ze nu. Nee, maar mijn lukwam... Ik heb een tipje van de sluier gelegd. Mijn lukwam is aan niet te voelen. Omdat naar jou. Omdat naar jou heb ik een tipje van de sluier gelegd. Maar mijn tegen is, maar ze heeft ze in aparte. Omdat nami. Allemaal wat sap ze heeft ze toch? Omdat nami. Ze willen naar de piepen toch? Maar dat nee juist. Dat nee juist. Zijn ze nog een tegen... Zijn ze nog een geduchtige tegenstanders voor ons? Want ik had dat niet eens. Maar je tak wel een euro. Maar de mensen die je tak nog winst, dede die nog was, maar... Dus maar het al lang aan Libi. Huh? Even lukken bouwta. Huh? Om een moffo tapa man. Om een smaar winst, dede ja man. Aman dete. En de smaar die ben winst, dede die. En peden de. Boon voorhoofd denk ik wel voor zijn. Oké. Hoe nee winst, dede die nog was, man. Maar is ma is about ba antif man about is about ba antif man about ano to takangane man sa ibidesa ma panka is about ba antif man about ano to begrijp je nu dus tega o serim tegen wat ja dus en dat daarom ik mijn mama begrijp daarom ik mijn mama begrijp zijn om een keer in you huh? Thank you sir. Thank you sir. Now one belief for the PJTV ja mama bedoel dat no karwa regering zijn do sosobu Karwa regering. Nou, maar... Sandu Sosobo. Luister naar een paar kader. Nou, we gradueren. Nee, maar Karwa regering. Ik heb gewoon dat Karwa regering in Sernang vanaf Baka 87... Noang. Sandu Sosobo. Vanaf 75, Streffi. Noang. Maar, geen hè. Asfalteren. Afoba capacita. Man, dat is werk. NPS die systeem erop, hè. Die geen asfalteren afoba capacita. Vanaf Paranam. We tap broko pondo. Na ondrofene apasi dat asfalteer. NPS kies den steen in Abenaland. Hey, ma migalo panka. Of asfalteer pasi anu an verdienstere? Nee, ma ben laki uit. Ben laki uit. Dus is de asfalteer pasi dat in one steen drape? Amati fio, san gwena abo plaat. Suma boka. Taki NDP. NDP no do next. In broko pondo. Okay. Want de strati no asfalteer, toch? Dus tegen doe die afvallig, moest, nou, dat je tegen doe die afvallig, dat je mij verwacht dat afvallig moest waarderen, een partij of een regering, dan doe de sani. En dat is normaal. Dat is normaal. Als je verbetering brengt in mijn situatie, dan accepteer ik jou of accepteer ik jou niet. Dus dat mag. Is dat niet ook? Want tegen je asfalteer af op bakkapassie, je no asfalteer apasie die NPS'er. Je no asfalteer apasie die VHP'ers. Je no asfalteer apasie die NDP'ers. Je asfalteer apasie die akondre voor verbeteren infrastructuur, zodat er mogelijkheden verder worden gecreëerd voor dank je. Industriële ontwikkelingen, bedrijven en mensen op een veel betere en snellere manier hun bestemmingen kunnen bereiken. Dank je wel. De Bouterse Highway is ook een van ze. Ja? Toch? Het is niet gemaakt.
omdat NDP'ers alleen erop moeten zijn. Die ministers, de ministers, de president, de vicepresident. Allemaal gaan over de Boutense Highway. Het is niet gemaakt voor NDP'ers. Dus net wat je zegt, die infrastructuur bouwen en verbeteren is geen gunst. Nee. Maar, na jou mensen is er nou weer een politieke kleur op of vragen op een chimbroekje. Omdat die oude partijen, zo hun kiezers hebben opgevoed. Oké, dat je gaat door aan. Nee, uno no go door aan. Uno no go door aan. Uno no verbeteren je. Ik ben dan op een chimbroekje naar volgende bekeuze, boy. Na alles maar afkondre kon je president, vicepresident. Ja. Wij zijn bruggenbouwers, broeder. Wij zijn bruggenbouwers, broeder. Dat weet je toch? Want naar B-keuze zijn nog eens wanneer gebruikt. Zo'n broekje heet dat hier. Naar B-keuze, man. Een broekje dat je naar Pebrensil bent. Ja, nou een tien broekje. Nou een tien broekje. Vind ik, ja. Nou een tien broekje. Maar ik vond... Tien broek ontsluit het noorden met het zuiden. De karren op tien broekje. Wordt niet gebruikt, optimaal dan. Zeg je taki? Hoe dan nou? Want toen ik daar... Ja, maar zeg taki, joh. Ik zeg taki. Dat is een naar meneer Panka, ik ben er naar openen voor Broki. Voor mij, a face kost biggie mora hier, Broki. No, no, no. Nou overdrijf. Man, dat is wat ik meegemaakt. Nooit beetje zo gratis. Nou overdrijf. A face er maar, die kosten, de kosten worden gedekt door het bedrijf. Die. Het is ingecalculeerd in de prijzen, mijn brada. Okay. Dus man, nog een look dat die face kost mora, Broki, want dat is een leugen. Dat is mijn gevoel. Ja, dat is een leugen. Duizenden opslagkosten dat hè. Volg me trappen naar je naar Rotterdam, no? Want de brug, want Maas, de Maas is in Rotterdam. Ja, dus even ja, toch? Rotterdam. Dus trappen naar jou, amoni voor opslag voor Abroki. Dat van amoni go naar gemeente Rotterdam. Nooit Abroki door, no? Nooit Abroki, sabito. En ik wakker in Rotterdam, ik go look at Maas. Ik go look at Abroki, no? Ja, de Maas is bijna even breed als de Suriname, die vierde. Ja, Abroki ja. Bo pas. Nooit Abroki kom. Na in 96-2000 die NDP te kamati. De bago korupe. Da u bouw tu brochi. Wa abra amama liba fu unu, sarana liba. En wat abra koppen namen liba. Maar is dat de tuberokie dat kost erna 30 miljoen extra? A enigste man bouw aan brokie. A enigste man die bouw aan brokie. Echte, en min jen agrani dat en u jen agrani dat in afene. Oké. Okay. Abroki, abra sarama kaliba dat pena pikin saron. Na en begin aan en toch unu klaring. We hebben het afgebouwd. Ja, ja. Toch? Want daar was er een houten brug toch? Pikin saron. Maar luister op, meneer Pankar. Maar VAP nooit nog bouw brokie, ja. Hè? Dus nog een leg me niks uit. VAP heeft nooit een brug gebouwd. Hierin nog nooit. Hierin en, nou de man, en daarom heb ik de mijn fit voetbal abroki dat pena nikeri liba. Ja. De man bouw een broki doet toch fine bouw. Ja, bouw dat bouw. Dus channel bouw een brokje toe. Nee, maar luister nou, maar Panka, dan had je een idee voor NDP toch? Next no fout hè? Afas van de man, a progressie zou de voor bouwbrokje in zijn naam, bouwbrokje, abra bosje brokje, abra serna liba, quarantaine liba. Perfect, maar is dat zijn probleem? De man fufuro, de man bouw een brokje, de man go fufuro overfactureer. Ja, ben bewezen. Na 30 miljoen... Want dus maar veel voeren in de toebrokje voor maar... Nee, met dat je hebt een bewijs. De bewijs, ja. Mag wat straf. Hier zijn mensen wel voor opgepakt. Voor nee, ze zijn niet opgepakt. Ze natuurlijk. Hebben moeten betaald. Ja, maar... Dat zijn gewoon. Ja, maar... Dat zijn gewoon. Zijn veroordeeld. Mensen zijn veroordeeld. Opgepakt en veroordeeld. Tot boetebetaling. In Sernau gooi het Santero over niks nog fout. Terwijl maar voor 30 miljoen drappen uit als er een akkaas ziet. Naar de mafio. De Libi mafio. Dat je toch met de partij. Zomaar naar de maf. Naar de maf. En die peter. Je bent niet voor... Noa partij. Je bent niet voor een Nederlandse politieke partij. Zijn niet voor. Nee. De politieke partij in Nederland niet voor.
Ja, wel, allemaal lijf voeren, maar consequenties zijn er wel aan verbonden. Dat ding, ik kan voeren, maar altijd consequenties. Maar daar niet. Daar kan je gewoon stelen en je kan wakker vrij. Is dat dan maar voeren in de brokkie, toch, zo, NDP-bo? Dat weet je toch? Minasabi. Well, minasabi, ja. Als je maar die documenten kan overleggen, ik kan app de man komen. Oh, maar app dus je weet niet dat de mensen van Baras niet dan veroordeeld zijn voor het betalen van tjoekoes aan Tseranaman? Je weet dat niet? Ik weet. Ik heb het gehoord. Ik heb het wel gehoord, maar ik heb me daarin niet verdiept. Omdat men altijd geprobeerd heeft om de NDP in een zwaar daglicht te zetten. Nee, no, mensen zijn hier veroordeeld. Mensen, altijd, Ballas, Nedam, infrastructuur. Als het gaat om projecten. Bij elke project steelt de NDP en steelt de NDP'ers. Dat is wat er dus gezegd wordt. Dat is mijn beeld ook. Ja, ja, alle projecten. Maar, sorry, maar ik heb de bewijzen niet. Is dat niet, en je kan ook nooit stelen bij alle projecten, zoals men dat zegt. Toch? Nee, het kan niet, het kan niet, het kan niet. Meneer Panka, Boutense Highway, $65 miljoen. Dat kan? Voor 9 kilometer? Waarom kan het niet? Wat kost een kilometer asfalt? Weet u wat dat kost? Ja. Nee, ik vraag het u. Ik weet wat het kost een kilometer asfalt? Meneer, ik kan je niet zeggen, toen jij die brug daar, toen ik hoorde wat die brug gekost heeft, heb ik hier een interview gemaakt met Ballas Nedam, met Bam Structon, mensen die asfalt maken en snelwegen bouwen. Want het kan dat het 65 miljoen kost, maar dan heeft het gouden vangrails. Anders de maar voor meer dan 30 miljoen in. Is zeker 40 miljoen te veel. Dat ja, weet je ook. Ja, de man ook is aan Europa. Minus al die, maar jij weet het ook. Ja, de man ook is aan Europa. Dus ze gaan de zaken begataliseren. Maar zijn wel deskundigen op dit terrein. Ja, ze zijn deskundigen in het dieven ook. Oké. Meneer, dat je. Nee, dus nou je hemel de man op. Ze hebben die mannen daar bereikt. Maar nou je hemel de man op vanwege de man zogenaamde deskundigheid. Nee, hij heeft mij gewoon verteld wat 9 kilometer aan snelweg moet kosten. Dat weet je toch. Maar zijn die dingen die jou ook de verkiezing heeft gekost, toch? De socialisatie. Nee, dat weet ik niet. Onder andere. Dat weet ik kansreserve, dit hoor je niet. Dat weet ik niet. Dus ja, maar je komt op de zaak, je ontkracht de zaak, maar dus je dan komt je hebt ze dan laat, heel laat ontkracht. Je haalt de zaak dat aan. Waarom is het zo laat? Nee, laat me je zeggen. Ja, als je stak je op voorkennis, jongen. Een vraag zijn, stel me dat. Nou, als maar, ze op voorkennis, want kan stel me een vraag dat is. Ja, of ons massa sabi samsa. Want dan leg je uit, die brief dateert van 2020, hè? Ja? Voor de verkiezing. Ai. Die brief van zijn centrale bank is februari 2020, dus 3-4 maanden voor de verkiezingen. En die brief komt eind in december 2020 eerst boven water. Je actie niet hoe zei de meka brief nog al eerder. Ja? Megia antwoord. Ja, maar die mensen die daar zaten waren ook jouw mensen, dus je kan die brief toch veel eerder krijgen. Nou. Heeft Kierpalani niet in een persconferentie in het perscentrum gezegd dat de kasreserves niet gestolen zijn? Heeft hij dat niet als commissaris van de regering. De centrale bank? Regeringscommissaris. Nee, regeringscommissaris, heeft hij dat niet gezegd? In atrala la persconferentie. Maar omdat Kierpalani door de NDP-regering daar geplaatst is, heeft men daar geen geloof aan gehecht. Maar hij heeft het gezegd kort na dat en die brief was er al en daarom heeft hij het gezegd. Maar die mannen hebben invloed aangewend op een of andere manier om die brief te doepelen. Die brief geheim te houden tot na de verkiezingen. Ja, en dat heeft dus gemaakt dat ze in de run naar de verkiezingen het verhaal van de kasreserve als een van de grootste issues hebben gebracht naar de verkiezingen toe. Ja? En dat is dus leugen en laster. Het is blootgelegd niet, hoor. Dus als u nou mij wil komen zeggen van de NDP heeft onder andere de verkiezingen verloren op basis van de gestolen kasreserve, dan zegt u mij dat u hebt geloofd in die leugen van Chan.
Het is, maar het... ik zeg u nu dat de autoriteiten op dat gebied duidelijk hebben aangegeven dat het niet waar is. En het volk, een groot deel van het volk, heeft het ook geloofd. Ze hebben het ook geloofd. Ja? Ik geloof. Maar wat blijkt nu? Wat blijkt nu? Dat... Het is een van de grootste leugens in de campagne van Tjaan geweest. Meneer Panka, jij probeert het niet aanhoren. Nee, ik hoor het. Dat wil je niet aanhoren. Ik hoor het zeggen. Ik hoor het zeggen. U draait het nu aan dezelfde. Het is niet gestolen, het is gebruikt voor. Voor andere doeleinden. Nee. Ja, toch? Ik zeg je wat in die brief staat. In die brief deze van brief de heb governor, ik al een jaar geleden al brief... gelezen. Oké. Maar waarom blijf je dan hameren op kasreserves te stolen? Dan werkt u mee aan die leugencampagne. Dan bent u onderdeel van dat ding, toch? Waarom blijft u erover praten met mij? Meneer, omdat het diefstal is, dat was niet de bedoeling. Het is geen dat diefstal, is maar mijn god. Dan bent u boven de governor van de Centrale Bank. U zit daar in Rotterdam en u bepaalt hier dat het diefstal is. Ja, het is niet de afspraak. Hoe is dat mogelijk? Omdat het niet de afspraak... Dan bent u onderdeel van het scenario. Het was niet de afspraak. De afspraak was van, het is daar, als het gebruikt wordt, zal het in overeenstemming. Er is geen enkele afspraak gemaakt. Jawel. Het behoort tot de monetaire... Kasreserve is onderdeel van de monetaire reserve. Dat weet ik. Maar dat wil zeggen dat je daarom moet je juist niet De overheid, de staat, mag het gebruiken. Maar ze moeten overleggen met de banken. Het overleg met de banken is er niet geweest. Het is in de avond gebeurd, maar in de nachtelijke uren. De bankdirecteuren lagen te slapen. Look, er is toch geen overleg. Waarom is en dat trobi voor haar gebeurt. Ja. En zoals de man, like van de man view attacking, dat bouwt dat gewoon om het koffer in een centrale bank, laat 200 miljoen, dat de man regu aan haar money. Dat is de man takatori. En u blijft daarin geloven. Nee, maar nu zegt u komt nu met een andere wetenschap in de nachtelijke uren. Het is nooit overleg geweest met de bankdirecteur. Ik heb Albert Frangier hier vaker hierover gesproken. Dat is toch ook naar buiten gekomen. Ja. Maar, dan moet actie wantra vragen. Is die 200 miljoen al terugbetaald of niet? Nee, het is nog niet terugbetaald. Er is iets... Dan belt u meneer Frangier. Belt u meneer Frangier, no taxa zomaar er. Ik kan u wel zeggen, mi want tegen om in betaald is. Er is nog niet betaald, man. Er is iets van 30 miljoen terugbetaald. Wanneer bel Frangier. Dan is bel man baka. Bel de man baka. Bel de man baka. Want tangen no minere no mama. Ik klagen. You wij klagen dat no de man op pijn next zit. Nee, ze hebben deel betaald, maar niet alles. Hey, dat weet je ook. Jerena. Ja, in alleen niks gebouwd, jong. In alleen niks gebouwd, boy. Niks in alleen van me, man. Sorry dat ik niet tak is wel. Want u blijft hameren op een leugen- en lasterverhaal. Dat vind ik heel erg, man. Terwijl u weet, u zegt van, die brief was al in uw bezit. Ja. Een jaar voor de verkiezingen was die brief al in uw bezit. Ja. En waarom blijft u dan hameren dat er gestolen is? Nee, omdat in die brief staat, in letterlijke Nederlandse zin van, het bedrag is ontvreemd, zoveel miljoenen. Welke brief hebt u? Welke brief hebt u? Centrale Bank, van de bank dat denk ik, SVB, no? Bankjesvereniging, Surinaamse SBV. Je hebt een briefje voor Surinaamse Bankjesvereniging. Ik kan het dat aan mag abi, ja. Dat hij mag abi. Okay. Maar mij er ook een briefje voor Centrale Bank. Dat na autoriteit voor een bankje bij Amoni ben de. Maar je hebt dan naar Bankjesvereniging bij Amoni, toch? Nee. Amoni, Jerena. Jawel. Amoni, Arkimi. Het geld is onderdeel van de monetaire reserve. Dat nou onderdeel, maar je weet van die kassareserve was van en de Bankjesvereniging, dat toch? Geld komt van de banken, ja. Overschotten, ja. Die de banken, want de man met boombiggy winst, toch? Mm-hmm. Dat die sabi toch, want wanneer tak net hoor dat die, maar, de man beleg, daarom zijn ze commerciële banken. De man met de boombiggy winst, daarom zijn ze commerciële banken, niks mis mee. Ja toch? Daar leven ze ja, van. Ja, maar nee, maar ik heb niet gezegd dat het slecht is. Nee, maar de man met de boombiggy winst, en er zijn dus binnen het monetair gebeuren in het land, zijn er regels vastgesteld van hier en nou, de money dat die
De money dat moest komen, ja. Mm-hmm. Dan hoeft er aan met de en je mag met gebruik voeden. Je mag met gebruik voeden. Maar wie heeft dat money? Omdat er staat ook te op money van nodig. En tegen on tegen of tegen van nodig. Dat er staat kan met gebruik voeden middelen dat die. Hm. Natuurlijk om overleg. Je verstaat toch? Om overleg naar de maar zijn er nog overleg aan de Masaba money dan? Ik denk dat mijn money daar in nog overleg aan. Ik denk dat mijn money no een no chara san zo 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 kinderen. Ik denk dat mijn money. Jawel. Ik leg je uit, het is onderdeel van de monetaire reserves van de bank, van de centrale bank die daar beheerd wordt. Ja, maar dat, maar dat was niet van de centrale niveau, bank. Dus kom horen op niveau. Mitakik bataki, a overleg no ben de. Oké. Okay. Er is ergens, want aan het tak de man go, dat de man nak a kluis bos, dat de man graba money, dat de man long way. Bijna. Want zo is het gebracht geworden en zo brengt hij het ook. Nee, zo breng ik het niet. Ja, zo je in, nah. ja toch, zo je insinueren, zei je dat ik ook de money voor de van ja, die van die SBV toch? Nee, maar dat me bedoelt dat in op tjara man zo, tjara dat niet vol. Nee, tjara dat niet vol. Maar in op dat zei dat me goed teka money voor de maar dat is Suriname. Want dat je het me taki, na voor de man go, de man hoor gongi rumor, de man hoor gongi van trek, en de man pot de man plat, a person me plat, de man go teka money, de man go aan money, en de man doe sa de man wan naga money. If me me kwam film, so me bekam meka, maar dat na film, maar in a realiteit, na telefoon. Nee, dat na film, dat na film, sa tjan pot in a ede voor de volgersving. Oké. Wat in de realiteit is, is gewoon van, we hebben het geld daar gezet, is van SBV. Dat is de staat toch, broer. No, wat de staat mag, mag jij niet. Wat de staat mag jij niet, broer. Dus je weet kom die bent op heren, want anders gaan we dingen zeggen. Je laat me over te zeggen. Ik ben blij dat de NDP die brief heeft wereldkundig heeft gemaakt, maar ik zie dat toch nog een paar mensen die gebrainwashed zijn door die leugen en lastercampagne nog erin geloven. Dat mogen ze natuurlijk, maar we hebben het nu wereldkundig gemaakt dat het een leugen, de grootste leugen in de lastercampagne is dat van het kasreserve geweest. Maar je weet dat niemand en je winnaar verkiezing, nee, en de man winnaar verkiezing, de man winnaar verkiezing. Door leugen en laster. We gaan alles blootleggen, hoor, broeder. Omoreko. We gaan alles blootleggen. Oké. Okay. Morode. Moreko. Moratori. Oké, okay. Misschien fijn daarom op belly trouwens. Is dat ook wat tori en play no, Tom? Is dat ook wat biggie tori en play no? Yo, jere. Moere, no? Hou het even op. Kan die sabik ba? Kan die sabik ba? Maar if you don't sabi dat, yo, jere. Nee, maar we hebben al een uur gesproken, maar langer dan een uur. Nee, de man is hier, moet tegen. We hebben al langer dan een uur gesproken. Voordeel, okay. We hebben ze het voordeel van de twijfel gegeven, broeder. Uno jugu-jugu. Uno jugu-jugu, de man. Toch? No one stak in zijn hoortang aan nou. Tja, tja, uning. Na uno denen baga. No one. Naar afvolk ik kom op. Ja, maar afvolk ik kom op tegen dwang. Afvolk ik kom op tegen dwang voor vaccinatie. Toch? Vaccinatie dwang. Afvolk ik kom op tegen de hoge prijzen voor brandstof. Maar Panka is ook lastig. Afvolk ik kom op tegen hoge prijzen voor eerste levensbehoeften. Je jere tak na NDP na Pademambaga. Toch? Natuurlijk, we doen dat bij je de koffer niet. We dragen het. Maar we geven jullie, of nog geven deze regering, alle ruimte om een ding te doen, maar hoe zit dat de man? De man. En op een lezing in DNA, parmesan tegen de man, dat u draai aan uw paraboto, papa. Asa nego. Minister, den om een stichting. Minister, ik keur piloot. Bakatak mopa volgens gezondheid. Amai goes door in een poli euro gehoor. Rustig piloot tegen keur. Amai teke ciao. Je verstaat ook. Het zou wat mooi zijn als de minister van Economische Zaken een supermarkt heeft en een vergunning voor een supermarkt heeft, dat taak me op een HI, dat hij ook door een supermarkt is er brede en een pindakas en een kassie. Ja, en dat na het trend zijn maar ik sluit het niet uit, hè, naar de maas als dan ook. Ja. Ja, toch? Als dat nou een family en friend. Nee, ik hoor zoveel minister met zoveel functies, nevenfunctie in zoveel stichtingen. Dat vind ik ook raar. Ja, maar dat met je toch, broeder. Mm-hmm. Je moet voorzichtig zijn. Als dief moet je nooit schreeuwen, hou de dief.
You na oru dis no. De man a max krim tak you are. De man me kom en bari tenes dotsen nga penga. Yung chan nga assist nga jogi. Sa de man me nga penga. Dat bouter sa sref yung prekse tak mi gado yung. Sa de man se do yung. De man se gimman keri yung. Isabi to. What was it? Slapende stichting. En een NV. Isabi to? Toch. Bouten ze tegen hem attackeren. Oké, dat was hem. Het duurde misschien te lang. Dat was zo'n gesprek met de voorwoordvoerder van de NDP, de heer Ricardo Panka. Spora Suriname International. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.